Mike Teunissen, 11e op het WK. Ben je tevreden met die uitslag? Nee. Nou ja, nee, ik ben er niet tevreden mee. Ik had natuurlijk wel meer gehoopt. Maar gezien de laatste weken is het denk ik wel ongeveer mijn plek. Ik zit toch redelijk dicht achter de 8e plek. En je weet van tevoren dat het dan op daar dicht bij elkaar zit. Ja, en nu eindig ik 11e. Ja, goed. Het podium was in ieder geval heel ver weg. Dus daar moet ik me wel in kunnen vinden. Ja, vorig jaar winnaar. Dan kom je dus als titelverdediger, dan begin je aan zo'n WK. Maar het seizoen, dat is niet wat je ervan gehoopt had. Met welke positie in je hoofd start je dan aan zo'n WK? Ja, ik had eigenlijk een doelstelling van gewoon top 5 te rijden. En dan hopen op een podiumplek. Maar ik voelde eigenlijk al redelijk snel dat er wel een aantal jongens gewoon te hard reden. En ik kon ze gewoon niet volgen. Ze reden gewoon, ik kon ze even volgen en dan versnelden ze nog een keer. En dan, ik kon gewoon niet nog een keer blijven gaan. En dan rijden ze al snel weg en dan is het toch meer naar achter kijken en zoveel mogelijk man opvangen. Hoe frustrerend is dat niet lukt, dat volgen? Ja, dat is al een heel jaar heel frustrerend. Zeker als wereldkampioen hoop je gewoon, je bent gewend om te winnen. Dus dan wil je ook gewoon iedere week voor de overwinning rijden. En als dat er niet in zit, dat is gewoon om moedeloos van te worden. Maar als dat week in week uit gebeurt, dan leer je dat wel relativeren. En dan weet je wel van dat gaat niet meer binnen een paar weken recht komen of rechtgetrokken worden. Wat voor wedstrijd was het? Ja, een hele eerlijke wedstrijd. Een hele zware wedstrijd waarin iedereen al gauw op zijn plekje kwam. Van Aert die versnelde de eerste ronde. En ik kon gewoon niet volgen. En wat ik zeg, gewoon iedereen die voorbij kwam, die reed te hard. Iedereen kan gewoon zijn eigen tempo rijden. En na 6 ronden is het echt wel duidelijk wie waar zit. Dat wel de plek is waar ze horen. En wat ik zeg, er zijn er dus gewoon 10 beter, want ik eindig zelf. En vandaag is een hele eerlijke wedstrijd en komt iedereen echt wel op zijn plek terecht. Had je eigenlijk wel zin in het WK? Ja, natuurlijk. Het is wel de wedstrijd waar je naar uitleeft. En ik voelde ook afgelopen weken zo bij Vlagen dat het echt wel weer goed ging. Alleen, het is niet dat gevoel van vorig jaar. En natuurlijk heb je er zin in. Het is een eigen huis en je bent titelverdediger. En het is natuurlijk een mooie ronde, maar zo na 2 rondes, als je dan daar op positie 8 rijdt, dan denk je ook van, ben ik hier ook aan het doen? Krijg je 2 minuten achter de winnaar als titelverdediger? Dat klopt eigenlijk ook niet, maar goed, daar doe je niks aan.